is het een hele bijzondere avond, want voor de eerste keer open jij het Kunstcafé. Ja. Wil je uitleggen wat het is, een kunstcafé? Nou, een kunstcafé is eigenlijk een gelegenheid voor kunstenaars om elkaar te ontmoeten. En om elkaar te leren kennen. We ontmoeten elkaar natuurlijk op kunstmarkten en exposities wel. Maar dan heb je eigenlijk nooit tijd om gewoon eens rustig met elkaar te praten. En het is eigenlijk ook een wens van mij om kunstenaars te verbinden. Zowel professionele kunstenaars als beginnende kunstenaars. Zodat ze elkaar kunnen voorthelpen. Dat is ook wel een vraag die ik echt gesteld heb bij de kunstenaars. Want je moet wel willen om te delen en elkaar te willen helpen, want anders dan heeft het natuurlijk geen zin. Dus dat is een beetje het initiatief en ik dacht, daar is behoefte aan en we gaan eigenlijk even kijken of dat inderdaad ook echt zo is. Kunstenaars zijn al lekker gezellig met elkaar in gesprek bij een kopje koffie. Ja. Pik je alles hier en daar iets op waar ze mee bezig zijn? Nou, nog niet, omdat we net eigenlijk pas zijn begonnen. Ik denk dat dat ook nog gaat ontstaan. Het moet ook een beetje spontaan ontstaan. Het is natuurlijk niet zo dat we agendapunten of wat dan ook hebben. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Het gaat vanzelf wel een kant op. Nu merk je dat het nog een beetje aftastend is. En ik hoop dat er gewoon leuke dingen uit gaan voortkomen. Wie weet zelfs samenwerking. Dat zou ik ook erg leuk vinden. Ja, met welk, dat wou ik je net vragen. Met welk plannetje zit je zelf in je hoofd hier? Wat zou je graag willen? Nou ja, ik merk bijvoorbeeld zelf dat ik ben natuurlijk keramist. Ik maak keramiek beelden. En dat op zich is natuurlijk, kan ik me prima mee redden. Maar ik zit bijvoorbeeld altijd met een probleem. Hoe presenteer ik het? Ik heb een mooie sokkel nodig. Ik heb een mooie pin nodig waar dingen op kunnen. Dat kan ik dus zelf niet. Toevallig ben ik bevriend met mede-initiatiefnemer Herman Wansing, metaalkunstenaar. En die samenwerking tussen ons bestaat eigenlijk al langer. Dat hij maakt voor mij wel eens een pinnetje. En we brainstormen veel met elkaar, tippen elkaar. Ook over leuke exposities of kunstmarkten. En eigenlijk hadden we allebei de wens om dat gewoon wat uit te breiden. Dat hebben we veel meer mensen te gaan delen. Een heel mooi initiatief. Ik wens je succes voor vanavond. En dat het een heel groot gevolg mag krijgen ook. Ja, dat hoop ik ook. Ik hoop dat steeds meer beginnende en kunstenaars die al wat langer bezig zijn, in de breedste zin van het woord, het mag muziek zijn, het mag fotografie zijn, het mag straattheater zijn. Ik hoop dat steeds meer mensen zich gaan aansluiten. Ja. Helemaal uit Diepenheim, ook in Haaksbergen bij het Kunstcafé? Ja. Wat vinden jullie er nu toe van? Buurt in Haaksbergen. Denk erin, ja. Niet zo hoog praten, hè. Wie blijft op plat. Ik denk dat we je allemaal heel goed verstaan. Alleen als ik dat na ga doen, dan klinkt het niet. Nee. Vertel eens, wat vinden jullie er nu toe van? Wat wie ervan vindt? Nee, het is gewoon geweldig. Ook een heel mooi initiatief eigenlijk van Jolanda. En Menneke dus ook. En het Menneke natuurlijk. Ik denk dat het ook een vervolg zal hebben, sowieso. Ja. En ja, wie weet. Misschien de volgende keer bij jullie welkom? Misschien. Dat zou misschien zo kunnen, ja. Want u maakt de foto's, hoorde ik. Ik probeer foto's te maken. Laat u maar lekker weg, zou ik zeggen. Ja, nee, maar ik doe fotografie. En Rita dan actief met het schilderen. Ja, ik schilder. En wat schilder je? Overal kan verf op. En dat is soms een beetje lastig. Maar het is schitterend om te doen. En er is weinig wit bij jou in huis. Dan mooi maar eens kom kijken. Wat is jullie wens? Wat verwacht je van deze avond hier? Gewoon gezellig. Vrij zijn. Gewoon lekker gezellig een beetje. Ja. En we elkaar ook leren kennen eigenlijk. Hè? Ja. Want niet iedereen kennen wij. Nee, wel veel mensen. Maar ook als u op een kunstmarkt of op een activiteit staat, dan bent er veel mensen, dan heb je geen tijd om met elkaar te tutten. Nee, die gelegenheid is er dan niet. Nee. Dat is gewoon zo. Nee, en hebben jullie een leuk initiatief in gedachten? Wat zou leuk zijn om eens met elkaar te gaan doen? Dit gewoon weer herhalen. Ja, gewoon een vervolg. Ja, een vervolg. Ja. Sowieso. Dat kan helemaal geen kwaad. Nee. We willen eigenlijk een 24 uur. Nee. 24 uur kunsttuin openen. Nee, we zouden wel graag avondopenstellingen willen doen van de zomer. En dan gaan we alles verlichten met
met vuurkorven en gezelligheid, een glaasje wijn, rustige muziek erbij, een beetje gitaarmuziek. Ieder kunstenaar eigen veldje. Eigen vak per kunstenaar. En dan ook leuke mensen met handwerk. Dat missen we ook nog wel eens. Hè? Ja. Vroeger gebeurde dat heel veel, dat kunst werd gecombineerd met handwerk. Tegenwoordig zie je dat bijna helemaal niet meer. En het lijkt mij gewoon leuk om het wel allebei te doen. Bij jou in de tuin was het ook laatst. Ik nodig altijd mensen uit. Ja. En ik wil eigenlijk ook beginnende kunstenaars. Ik ben zelf natuurlijk hobbyist, maar ik wil natuurlijk ook beginnende kunstenaars. En dan zeg ik van, als zou je dat doen? Durf niet. Ik zeg, kom, doe. Ja, dat is juist zo. En uiteindelijk pakt het hartstikke leuk uit. Nou, en die mensen worden gestimuleerd. Dus die week daarna gingen ze gelijk naar Erven Kotsje in. Ja. Aan een kraampje staan. Nou, hoe leuk is dat? Even over de drempel helpen. Nou, drempel. De drempel is best hoog. Ja. Superleuk. Nou, ik sprak het al een keer uit, die wensen. Ik hoop in Haaksbergen en voor al onze Haaksbergenaren heel erg veel van jullie te horen. En vooral te zien, zei ik al. Dat is belangrijk, hè? We gaan ons best doen. Dit is doen. Mijn televisiedebuut dan, hè? Ja, televisiedebuut. Ja. Ja, we gaan ons best doen, of niet? Ja, wij gaan bij later van ons worden. Laten we zeggen.